Ina, we staan hier in de werkplaats, hè? Dat doen we. En in een andere video hebben we het speelgoed gezien van Siku met een mooie kombijn. Ja. En ik geloof dat dit hem in het echt is, hè? Ja, dit is die in het echt. Ik ga hem nou niet meer in de handen houden. Nee. En waarom staat die kombijn hier in de werkplaats? Nou, die heeft afgelopen herfst heeft hij de mais gedost. En nou moet hij weer gerepareerd, of hij moet gerepareerd worden voor het volgende seizoen. Er waren wat dingen stuk en dat maken ze nou weer in orde voor het volgende seizoen. Oké. Dus jullie doen zowel het dossen, hè? Dus het loonwerkersgedeelte, als ook het mechanisatiegedeelte? Ja, nou, we hebben een eigen monteur en die monteur die maakt alles gewoon voor onszelf dan, maar ook voor klanten. Als klanten komen met een trekker die stuk is, of ze hebben een machine die stuk is, dan komen ze ook hier en dan wordt die ook gemaakt. Ja. Dus daar hebben we ook de onderdelen voor liggen en we hebben de filters en de olie en alles wat nodig is. Dat gebeurt hier in de werkplaats. Mm-hmm. Dus de boeren uit de regio hier van Heelweg, die kunnen hier ook hier komen, ja. Hun landbouwvoertuigen en ja, met toeboren. Ja, met de trekker, met wat ze maar hebben. Daar komen ze mee hier in de voerwagen en dan wordt die gemaakt. Ja, oké. Okay. Nou, bedankt voor de toelichting, Ina.